Hey filmfans, ik ben Jasper. En ik ben Iman. En in de week dat Moonlight de Oscar voor beste film won, een film die raciale barrières doorbreekt, maken we in Nederland een film over een blanke Surinamer. Ja. We hebben het natuurlijk over Tuintje in mijn hart. Maar voordat we over de film gaan praten, laten we gewoon eerst even gaan kijken waar de film over gaat. Tuintje in mijn hart gaat over twee Surinaamse broers. Ja, deze twee mannen spelen broers. Anyway, de ene broer woont al jaren in Nederland en heeft zijn familie in Suriname al jaren niet gezien. Maar met de kerst komt de familie weer bijeen in Suriname en gebeurt er iets waardoor de broers lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Oh, en de dochter is zwanger van... Ja, van wie eigenlijk? En de zus van de blanke broer is ook nog mee om Surinaamse vrouwen dieettips te geven. De belangrijkste rollen worden gespeeld door Leo Alkemade, Edwin Jonker, Fokkeline Ouwerkerk, Pip Pellens, Sanne Vogel, Sanne Langelaar en Beppie Melissen. Juist, voornamelijk blanke mensen in een film over een Surinaamse familie. De film is geproduceerd door Klaas de Jong, de man die de wereld vorig jaar al iets minder mooi maakte met Sneekweek. Oh, en de titel, Tuintje in mijn hart, is afgeleid van dit liedje. Ik heb een tuintje in mijn hart, maar dan liever jou. Eigenlijk ging het vanaf de eerste seconde bij mij al mis. Omdat het, je begint natuurlijk al met het logo van het Nederlands Filmfonds. Dan zinkt de moed me al in de schoenen. Yeah. Dat hier dus staatsgeld naartoe is gegaan. Verschrikkelijk. Daarna krijgen we scènes van Suriname en worden eigenlijk alle personages geïntroduceerd. Yeah. En dan staat de muziek staat zo hard, echt van die... Dat ik gewoon de eerste 5 minuten niks heb verstaan. Van wat er dan ook gezegd wordt. Dat is maar pampang is. Dat is puur godsverstelling. Ja, oké, maar goed. Dus dit is een Klaas de Jong film. En Klaas de Jong is gewoon een producent die alleen maar wanstaltige, wansmakelijke, verschrikkelijk slechte films maakt. Ja, de producent van Sneekweek. Ja. Oh my god. Ja. Mooier dan dit krijg je het niet, hè? You na you. Hey, min. Ik wil de film niet per se racistisch noemen. Nee. Dat is hij niet. Maar hij is wel... Het is wel... Kijk, de regisseur is een blank iemand. De schrijver is blank. De producent is blank. Alle personages die ook maar iets van karakterontwikkeling maken... Met uitzondering van Edwin Jonker, die de broer speelt... Zijn blanke mensen. Ja. Het is gewoon... Eigenlijk kolonialisme. Ik ben heel benieuwd wat Sylvana van deze film vindt. Oeh. Want dit is... Dit is namelijk, dit kan niet meer. Dit kan gewoon niet meer. Het is heel vreemd. Het is heel vreemd dat je een film maakt over een broer die teruggaat naar zijn geboorteland. En dat die broer dan ook nog blank moet zijn. Weet je, het zal vast wel kunnen en het zal vast wel voorkomen. Maar zoveel films worden niet over Suriname gemaakt. En dan mag je toch op zijn minst wel gewoon, in ieder geval de hoofdrolspeler, ja. Want dat is die in dit geval, gewoon een Surinamer maken. Oh god, wat hebben lol. Ja. Leuk hoor. Naast dat is het ook nog een film die super slecht gemonteerd is. De film, er is geen enkele toon vast. Nee. De ene moment is het een soort van hyper komisch en vinden we het leuk dat hij met een luiaard aan het spelen is. Het andere moment moet het weer heel dramatisch zijn. Er is geen touw om vast te knopen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Nee. Het is gewoon een beledigende film. Het beledigt mijn intelligentie als kijker. De acteurs, wat vonden we daarvan? Wat vond jij ervan? Ik vond Pip Pellens een dieptepunt. Ik vond Sanne Vogel een dieptepunt. Ik vond die Edwin Jonkers, die vond ik best wel leuk. Ja, vind ik een tof acteur. In ieder geval, ik wil wel meer van hem zien. Maar ik wil hem dan gewoon in een fatsoenlijke film zien. Waar hij een stoere gast kan spelen. En niet belachelijke teksten oplepelen zoals hier. Nee, maar hij was wel gewoon een normaal personage. En hij was niet een stereotype. Hij was gewoon leuk om naar te kijken. Ja. En die Fokkeline. Ja, die twee hadden ook wel, Fokkeline Ouwerkerk, die twee hadden ook chemie samen. Ja. Eigenlijk de scènes dat zij samen waren niet hele goede scènes, maar waren wel de scènes van dat je dacht van, nou, dit is nog wel prima. Had de film hierop gefocust. Over die twee die in Suriname verdwalen in de wildernis, had je een veel toffere film gehad, weet je wel. Ik heb er geen zin in, Maar er moet nog allemaal shit omheen over hoe de dochter zwanger is van iemand die ze niet kent. Oh my god. It's so bad. Ik ben zwanger. We hebben deze film genoeg afgezeken, maar we hebben voor de verandering ook een keer iemand bij een bioscoop staan. En dat is Fanny. Fanny is namelijk naar de bioscoop in Rotterdam gegaan om te vragen wat jullie ervan vinden. Hey jongens, ik onderbreek jullie even hoor, want jullie zijn weer lekker aan het klagen. En ik ben nou eigenlijk wel benieuwd wat normale mensen zoals ik van de film zouden vinden. Dus dat ga ik even vragen. En wat vonden jullie van Ik heb een tuintje in mijn hart? Ja, ik vond het echt super leuk. Het was een leuke film. Ik vond het een hele leuke film. Oh, ik vond het super leuk. En wat was het aller...
grappig. Ze werden echt super hard om ons lachen met z'n drieën. Ik denk dat ze zwanger was van een onbekend iemand. En dat ze dat uit moest zoeken was wel echt, echt een heel grappig moment. Was het grappig omdat het een beetje herkenbaar was voor jullie? Nou, herkenbaar dan niet, maar het was wel een grappig moment. Vooral die foto's en die liedjes over Suriname en hoe het allemaal is gemaakt. Ja, dat vond ik het leukste ook, ja. Ja, er kwamen gewoon grappige stukjes voor. Nou, ik vond eigenlijk bijna alle opmerkingen van Fokkeline wel grappig. Hoe die Nederlanders Surinaams gingen praten, dat was grappig. En die grapjes ook er tussendoor. Als je wil lachen, dan moet ik hier naartoe. Ja, denk ik zo. Het is een grappige film. Goed verhaal en leuke mensen die erin spelen. Het was leuk, ja, goede acties tussendoor, humoristische stukjes tussendoor, serieuze stukjes. Maar kortom, jullie vonden het een heel leuk film. Ja, het was echt leuk. Echt aanrader, zeker. Ja. Zoals je ziet, misschien de jongere, niet zo kritische doelgroep vindt het allemaal wel grappig. Ja, we zijn gewoon oude zeikerts misschien. Papi, je bent gek. Wat geef je deze film? Ja, ik geef hem een absolute shit emoji. Het enige wat ik positief wat ik over kan zeggen is dat ik niet vervuld ben met haat. Nee, iets film. Minder heb ik ook. Dat heb ik niet zoals Renesse, Sneekweek of Prooi, dat ik echt haatgevoelens heb. Dat ik echt, dit is gewoon een beetje van, ach, goddammit, weet je wel. Zijn we nog echt hier, weet je wel? Zijn we nog hier op dit punt? Ik geef hem ook een shit emoji. Het was echt volledig amateuruurtje wat hier de mensen die deze film hebben gemaakt. En het spijt me maar. Ja. Maak wat beters, alsjeblieft. Ja, precies, als je denkt van, hey, ik ben ook een beetje die doelgroep van die meisjes die we net zagen en die film wel leuk vonden, zul je je vast wel vermaken met deze film. Vreselijk dat het misschien zo is. Maar je wordt ook een keer volwassen. Yay!